In dit filmpje gaan we jullie uitleggen wat het reflectietraject inhoudt en waarom het zo belangrijk is. Het reflectietraject is namelijk misschien wel een van de belangrijkste dingen van de MEP-ervaring. Je leert namelijk kritisch te kijken naar je persoonlijke vaardigheden. Een van de manieren van reflecteren is de Belbin-test. Hierin wordt uitgelegd wat een goede samenstelling is van een team. Het kan wat onwennig voelen om te zeggen ik ben een plant of ik ben een vormer. Maar toch hebben deze termen wel degelijk betekenis. In de bijlagen kun je de test en de bijbehorende uitslag vinden. Zorg ervoor dat de commissie de test in stilte maakt. En zorg er daarna ook voor dat iedereen serieus meedoet en serieus naar de resultaten kijkt. Belbin heeft namelijk onderzoek gedaan naar wat een team nou zo succesvol maakt. Hij heeft gemerkt dat een goed team bestaat uit een optimale samenstelling van verschillende rollen die elkaar aanvullen en samen dus een goed team maken. Deze reflecterende vaardigheden zijn superbelangrijk en al helemaal voor de toekomst. Denk niet dat dit alleen voor MEP is. Later op je baan ga je er ook veel aan hebben. Door jezelf vragen te stellen, sta je dus open voor verbetering. Kijk kritisch naar jezelf. Waar ben ik nou precies goed in? Natuurlijk is het moeilijk om op deze manier naar jezelf te kijken. Dus begin daarom als voorzitter hiermee. Vertel zelf wat voor rol jij in een team aanneemt en wat jouw verbeterpunten zijn. Zodat de commissieleden jou kunnen volgen en het ook durven te zeggen. En geef de commissieleden mee dat zij vanaf nu één team vormen en samen iets moois moeten gaan neerzetten. Dit was de video over het reflectietraject. Wat we jullie vooral willen meegeven is, wees kritisch op jezelf en leer van deze ervaring.